Zoals jullie weten, heeft elke school zijn voor- en nadelen. In dit filmpje bespreken we de nadelen van KA Pissenburg te Mechelen. Ons eerste punt gaat over het op slot gaan van de toiletten tijdens de lessen. Stel je voor, je zit in de les en je moet dringend naar het toilet. Je vraagt aan de leerkracht of je naar beneden mag, maar tegen dat je dat mag, je kan niet binnen, want de deur is op slot. Maar tegen je de sleutel gaat halen, is het al te laat. Dit zijn de toiletten van Pissenburg. En zoals u ziet, zijn ze op slot. Yeah! Punt 2. De meisjes hebben een kleedkamer en de jongens hebben gewoon banken in de gang. Kijk nu naar deze schokkelijkende beelden. Filmen. Jullie mogen tegen het voortuin gaan staan. Punt 3. In de studie, waar je zit als je leerkracht tv ziet, mag je niet met twee of meerdere aan één bank zitten. Zelfs als je geen werk hebt, moet je alleen zitten. Punt 4. Op de grond zitten of zelfs op je eigen boekentas zitten mag niet. Ook niet wanneer alle banken aan de zonnekant bezet zijn. Dit, dit rol zegt niks. Fuck. Dit rol zegt niks. Punt 5. Sommige klassen hebben een achtste uur, terwijl dit vermeden kan worden. En terwijl alle andere leerlingen om 3:50 naar huis gaan, moeten deze tot 4:40 op school blijven. Dit is het achtste uur. Zedeluur. Dag Jari. Wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn vraagjes aan het oplossen. Over? Over de evolutie en over hoe dat dieren in het water zijn ontstaan. Oké. Okay. Ja, en tenslotte, punt 6. Wanneer je tijdens de middag net 5 uur in een klaslokaal hebt gezeten, wil je gewoon eventjes buiten genieten van het zonnetje, maar je mag niet buiten eten. Dus je gaat maar naar de refter, waar je niet eens mag kiezen waar je zit. Zeg als ik vandaag vrijdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Wel lang.